Manon Mostert van de Sar. Wessel Spijkerman. Mijn naam is Cornelis Krul. Irma van Horsselt. Ik ben docent Frans op een middelbare school. Adviseur bij de gemeente Rotterdam. Adviseur voor onderwijs. Ik ben locatiemanager bij IMC Weekendschool. Ik ben docent onderzoeker bij het kenniscentrum Premium 10. Monopoly, Levensweg, Schaken, de Monopoly. Die kleine kaartsetjes. Computerspellen te spelen, dus dat doe ik ook nog steeds. Ook nu nog? Ook nu nog wel. Okay. Ja. Niet originele zoals Kahoot en zo. En een spel dat ontwikkeld is voor docenten Frans op het congres Frans van 2 jaar geleden. Dat ik op juist die spelelementen en dat spelen, dat is een hele interessante manier waarop we leren, om daar ook handvaten in te krijgen, omdat ik in mijn eigen onderwijs daar meer van toe te gaan passen. Hoe je door middel van spellen spelen eigenlijk een zo realistisch mogelijke ervaring kan creëren? Ik eigenlijk ideeën opdoen. Dus ik ben wel benieuwd in de workshop of ik daar echt ook technieken kan leren waarom ik ze kan toepassen. 1 minuut. Om te kijken naar een spel, een bestaand spel, en daar dan gewoon 1 element uit te halen. Ik had wel verwacht dat we ook spellen gingen doen. Ik had nog verwacht dat we ook dobbelstenen gingen gebruiken en allemaal gekke toetsen en bellen. De countdown, de epic fail, kinderen in de schoenen van professionals te kunnen laten staan. Ik vond de asymmetrische element vond ik heel interessant. Dat je zeg maar teams zodanig kan samenstellen dat je altijd een spannende strijd krijgt. Ik zie inderdaad echt deel van die games weer terug in spelregels en die kaarten. En dat inspireert om tot nieuwe ideeën te komen. Oké, dat was het. Yes? Ja.